Jullie hebben in totaal 9 gebbels. Hoezo werkt de koude hoofd niet? Oké, reshedding. Hoe voelt de overwinning? Ja, helemaal mooi. Ik weet niet of jouw toetsenbord er nu beter van op wordt. Op mijn kanaal. Ja, ik ben een tijdje weg geweest, maar ik ben er weer. Friskie Map 9 komt er ook aan, by the way. Maar ik heb een PvP toernooitje gehost op EUP Mindmapping Club. En de winnaar zou een heeft ook trouwens een Corsair 55 RGB gekregen. Maar liefst €55 heeft dat mij gekost. Ik vertel de winnaar nog niet. Dat zien jullie wel in deze video. Ik geef by the way, hoe heet het, een Optifine game weg in deze video. En dus wat je moet doen is eventjes op mijn kanaal abonneren, deze video liken en in je IGN commenten. Plus even feedback geven wat je van deze video eigenlijk vond. Ik zelf heb de Corsair K95 Platinum versie. Dat is een €200 toetsenbord, dus daar ben ik ook heel erg blij mee. Elwin raadde hem aan, haat hem ook, dus ik heb hem ook gewoon gekocht. En ja, hij is pretty nice. Hij PvP't heel lekker. Ja, join ook trouwens mijn Discord. Link staat in de beschrijving. Ik hoop dat jullie veel kijkplezier hebben naar deze video. Let's go. Zeg maar, yo kijkers van Gewoon Gerlof. Yo kijkers van Gewoon Gerlof. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag zitten wij op EUP Mindmap Club, want op Frisky kon het niet. Dus wij zijn hier met mensen die we eventjes gaan introduceren. Ik ben hier samen met mijn Discord admin Mindtribes. Mijn Discord link staat in de beschrijving. We hebben bijna 1300 leden. Nou, we zijn hier dus bij de eerste. Kom maar naar voren, Permens. Permens, leg eens uit. Waarom wil jij graag winnen? En hoe is dat gebeurd en zo? Nou jongens, hier is even een foto van Permens zijn toetsenbord. Hij wordt met plakband bij elkaar gehouden. De Kumpie, waarom wil jij winnen? Nou, mijn toetsenbord is kapot. Oké, dat is genoeg. Ga nou maar staan. Hey, Sammy Combo, kom hier. En waarom wil jij winnen, Sammy May Combo? Nou, ik heb gewoon een oud ding van mijn oom en mijn spatiebalk is kapot, dus ik kan heel lastig springen. Dus ik moet dat dan gewoon met vol gewicht op mijn spatiebalk neerleggen. Spam is de spacebar. Oké, dat is genoeg. Oké, reshading, waarom wil jij winnen? Ja, ik doe mee voor Superstan. Omdat, ja, hij heeft een beetje technische problemen. Ja. Dus ja, hij helpt zijn vriend. Ik heb vroeger tegen zijn vriend veel Bad Lion fights gedaan. Toen was ik ook al beter en nu helemaal. Dus ja, goed dat je meedoet. Ja. Oké, dat is genoeg bullshit. Wurm, kom hier. Wurmpie, waarom wil jij graag winnen? Nou, ik wil graag winnen omdat ik een te klein toetsenbord heb. Ja, dus ik kan lastig op Minecraften. En ik heb de toetsenbord van Sinterklaas gekregen. Dus het is niet echt heel geweldig. Oké, Hooglands, kom hier. En waarom wil jij winnen? Maar wacht, schreeuw eens wat harder, want je mic is niet zo. Ja, sorry, ik zit via telefoon. Nou, mijn vriend Dieter, die moet meebetalen thuis en zo met eten, dus ik doe voor hem mee. Hij heeft ook nu geen internet, omdat bij hun thuis zijn ze aan het verhuizen. Dus ja, best wel sneu en ik dacht... Doe ik maar mee voor hem. Alright, Mindtribes, heb jij daar wat aan toe te voegen? Mooi verhaal, mooi verhaal. Oké, jij mag ook deelnemen. Succes. Okay. Nou, ik speel op het toetsenbord van mijn laptop, dus dat is niet al te groot en die knoppen zijn echt super klein. Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god, stop you fucking lying. Gaat niet helemaal goed. Ja, dat was hem. En de rest boeit niet zoveel. Alright. Ik zeg nu de matches. Of Mindtribes. Jij mag de eerste ronde wel zeggen. Want jij hebt het bij elkaar. Semi-combo. De Grieche, denk ik.
Oké, Sime Combo. Jij mag praten. Eens. Hallo. Oké, hoe jij deed ook alweer mee voor jezelf, toch? Ja, voor mezelf. Reshading jij ermee voor Stand the Man? Ja. Oké. Okay. Hey, veel succes iedereen alvast. Jullie hebben totaal 9 gapples. Hoezo werkt de koude hoofd niet? Oké, okay, reshading. Hoe voelt de overwinning? Ja, helemaal mooi. Ik weet niet of jouw toetsenbord er nu beter van op wordt. Nou, Mindtribes, wat vond jij van het eerste gevecht? Spannend. Oké, jij mag het tweede gevecht aankondigen. Luani tegen shift-knop. Alright. Kom maar naar voren, jongens. Ja, dit is dik oneerlijk, man. Dat gaat al goed. Je hebt 9 gaps, hè? Ik zou zeggen, maak er... Jezus, tyfus. Oké, Wurmpy, jij mag je unmuten. Hoe kijk jij naar dit gevecht? Nou, ik kijk er niet echt op uit. Ja, dat is... Boom this man! Ik wil niet mijn broeder afslachten. Purbens, hoe denk jij daarover? Oké, ik zie hoe het is. Alright, jullie mogen praten tijdens het gevecht. 3, 2, 1, go! Focus jongens, voor het toetsenbord. Je hebt 9 gapples, hè? Ik zie iedereen gaan... Oh-oh, Wurmpy! Oh mijn god, die lava spreekt uit, nee! Bij de jungler wins. Haha, je bek. Alright, Permes, wat vond je van dit gevecht? Beetje makkelijk. Beetje makkelijk. Dus wij kunnen jou zo meteen tegen Luani zetten. Ja hoor. Oké, ik kondig maar het vierde gevecht aan. Hoogglans tegen Koempie. Oké, Hoogglans, kom maar mee. Jij mag hier gaan staan. Oké. Koempie, hoe denk jij over dit gevecht? Is dat een vraag? Oh! Ja. Wie is dit? Oh! Niet zo toxisch, hè? Nee, oké. Ja, good luck. Dat denk ik. Alright. En Hoogglans? Jij deed mee voor je vriend? Ja, dat klopt. Oh. Die had het moeilijk thuis? Ja, dat... Die moest meebetalen met het eten, dat verhaal volgens mij, toch? Ja, dat klopt. Ik zou zeggen... Doe goed je best voor je vriend. Mag ik iets vragen? Je zei net dat je geen internet had. Wat heb je aan die keyboard als je geen internet hebt? Hij heeft tijdelijk geen internet. Hij is aan het verhuizen, idioot. Ja, even normaal. Oké, maar heb jij er een beetje zin in om voor je vriend te winnen? Want als ik hoop dat er iemand wint, dan ben jij daar wel één van. Want dit is wel een verhaal op zich. Als je nou biedt, Kumpie, dan ben je wel echt een loze ziel. Dat ben ik ook, dus... Oké, nou, succes, Hooglands. Heb je nog wat woorden? Heb je nog wat woorden, Hooglands? Laatste woorden kan je ook wel zeggen. Oh. 3, 2, 1, go! Kom op, Hooglands, kom op, kritten, lava, kritten, kom op! Hooglands, oh, Hooglands! Nee! Rennen weg, kijk uit, rennen! Hoogland. Rennen, Hoogland, rennen! Hey. Jongen, wat ben je voor mijn goh, jongen? Dat is voor zijn vriend! Ik verloor bijna! Dat is voor zijn vriend! Dan ga jij ook nog zijn toetsenbord afpakken, man. Ik dacht dat die tering goed was, wat kan ik dan? Die jongen die moet meebetalen met het eten en dan naar de juiste toetsenbord. Je gunt hem door zijn toetsenbord van 15'tjes. Ja. Heb jij nog wat woorden over het gevecht? Ik wens je vriend wel veel geluk met een nieuw toetsenbord. Maar deze is voorbij.
Oké, Lucas, we zijn aangekomen in de halve finale. Lani, een mute. Je zit op je kamer. Je zit op je kamer. Oh, Lucas, je moet het even goed. Hij zit op zijn kamer, hè? Met de deur dicht. En hij is iets van 16, 17 jaar oud. Hij heeft een baantje. Hij heeft een goede PC, want ik zag een licht. Ik zag een Razer-muis naast zijn ding. En hij heeft zo'n scary toetsenbord. Dat kan, dat, ik geloof niet hier. Oké, dit wordt wat. Jullie mogen gewoon praten tijdens het gevecht, dat vind ik wel leuk. Er wordt getryhard, Minecraft. Wat wil je? Ja. Er bestaat water, hè? Er bestaat water in Yotsi. Hij heeft het niet in zijn inf. Zo slopen. In je E, in je... Oh! Oh! What the fuck? Hoeveel HP? Oké, Richie. 3 ongeveer, volgens mij. Reshading, hoe denk jij over dit gevecht? Ja, ik dacht dat hij low HP was, maar blijkbaar niet. Oh, sorry. Alright. Shiftknop, hoe voel jij je nu? Ja, ik... ja, dat betekent dat je in de finale staat, hè? Ja. Het was lucky, ik moet eerlijk zijn. Hey, kijk in chat, jongen. Kijk in chat. Ja, ben weet. Straks wordt één van ons nog gepakt. Kijk, mijn chat. Meegepakt. Ben benieuwd. Die campie wordt eigenlijk meegepakt. Let op. Kom op jongens. Vecht goed. Hou je concentratie. Het gaat om een toetsenbord, hè? Het gaat om een goed toetsenbord. Je kan je YouTube ermee besturen, je muziek. Je playlist. Je hebt 9 gapples. Je hebt hem eigenlijk morgen al in huis. Voorzichtig jongens. Heel voorzichtig. Goed afstand gehouden van Permens. Maar ook prima druk van Kumpy. Er moet water geplaatst worden. Oh, en Permens is dood. We gaan toch wel een nieuwe game, want ik heb nu echt fucking weinig gaps. Ja, same. En hoe gaat het met Permens? Ja, wel goed. Oké, ene daar, andere daar. Go, go, go. Oké, Mantraps, jij mag ze interviewen. Wat ga je doen als je het keyboard hebt? Nou, ik ga ermee spelen. Keyboard. Dat lijkt me wel... Met je oude keyboard. Wat ga je met je oude? Met mijn oude keyboard? Ga je het geven aan zwervers of zo? Wat? Ga je het geven aan zwervers of zo? Nee, of aan je kleine neefje? Je hebt toch geen computer? Of aan je kleine neefje? Je hebt die verkopen. Mijn kleine neefje, wat ga je doen? Hij weet niet hoe de keyboard... Dat ik... Heel mijn V-toets is eraf. Ik moet spelen op een knopje waar mijn vinger amper op past. Dat heb je dikke vingers. Dat heeft niks. Je kleine neefje heeft dikke vingers. En shiftknop, hoe kijk jij, als je wint hè, je hebt hem, toetsenbord. Ja, dan heb ik eindelijk een toetsenbord. De Corsair K55 RGB. Heeft hij een laptop toetsenbord? Ja, ik speel op mijn laptop, ja. Oké. Het is wel duur laptop, maar... Oké, Mindtribe, stel jij af. Succes jongens, hou je water en lava bij de hand. Alles hangt van dit gevecht af. Jullie mogen go, praten. Go. Gewoon praten. Praten is toegestaan, het hoeft niet. Ah, oké. Ik zie al wat je maar aan denkt. Gewoon je focus houden. Als je je focus verliest, dan verlies je de match. Probeer wat te doen. Oeh! Ik zei het toch, Mindtimes? Ik zei het! Mijn lava is match. Alright, Kumpy! Nu een match zonder autoclicker. Nu een match zonder autoclicker. Zonder autoclicker? Wil je me. What the fuck is er probleem? Alright, Kumpy, wat vind jij ervan dat je dit toetsenbord hebt gewonnen? Nou, ik ben er zeg maar wel blij mee, want nu kan ik een normaal toetsenbord gebruiken. Alright. Mooi, dan mag jij zo meteen jouw adres naar mij doorsturen. En als je hem dan binnen hebt, dan zien jullie het einde van de video. Een foto met Kumpy en het toetsenbord. Dus stay tuned for that. Yo, oké, kijk hè. Eerst, ik heb de nieuwe keyboard gekregen, gewonnen van Gerlof. Waar ik nu gewoon normaal mijn toetsen in kan klikken. En zoals je kan zien, mijn vorige keyboard was heel die W-key van kapot. Dus ik ben echt fucking blij dat ik dit nieuwe keyboard heb, want anders was ik gewoon echt
Dus ik gewoon fucked. En ik speelde al minder Minecraft en zo. Dus ja. Thanks, Gael. Serieus, ik ben er fucking blij mee.